Maar Hans, het is natuurlijk boeiend om ons perspectief te zien. De spontaniteit van het leven wat jij uit de tentoonstelling laat zien, gaat. Wat is de aanwijzing van ons om uit de hypnose van waanzin te komen? Dat is voor ons natuurlijk belangrijk, want jij hebt het gerealiseerd. Dat denk jij. Ik ben even moeder, laat ik het liever zo. Ja, oké. Want wij zitten nu in een kuur van wetten die ons gevangen houden in een systeem waar we denken dat dat is zoals het is. Ik geloof er helemaal niks van. Wij horen, hè? Ja, nee, dat begrijp ik. En de aanwijzing die wij natuurlijk van jou willen horen. Wat moet ik doen? Nee, want ik heb goed geluisterd. Je hebt ons gezegd, je kan niks doen, alles gebeurt spontaan. Dus ik zeg, ja, wat moet ik doen, want het is een verkeerd. Het was slim, hè? Ga fietsen. Oh, ga toch fietsen? En ik vraag jou niet, wat moeten we doen? Je kunt alleen maar spelen. Als we al net willen doen alsof er iets te doen valt, want hoe je het ook formuleert, het blijft hetzelfde natuurlijk. Je kunt hooguit spelen, dus je kunt je ego pesten. In de zin van, ik vind ergens iets van, oh ja, all is well. Er is niks verkeerd. Je kunt af en toe gewoon met pen en papier, vandaag dat ik daar vaak over heb, gewoon noteren. Wat die razende reporter hier allemaal te beweren heeft en checken of het een absolute waarheid is of een gedachte. Dat soort dingen. Dus allerlei stellingen, hè? Dus wat je er straks stelt van ja, maar wij zijn onderhevig aan allerlei wetten. En, weet je wel, zo'n overtuigingcomplex kun je opschrijven en dan gaan kijken van waar klopt dit niet. Ik zei van de week nog tegen iemand, van strikt genomen hebben we het vermogen, ieder van ons, om in 1 seconde ons leven radicaal te veranderen. Ze zat iemand bij me daar in die spreekkamer in Haaien, weet je wel. Hoezo? Ik zei van nou, als jij hier zo dat pad uitrijdt dadelijk en je gaat naar de hoofdweg. Je gaat normaal, je wil naar huis, dus je gaat naar rechts. Je kunt ook naar links. En dan ga je rijden. Rijden. Je rijdt gewoon door tot die tank leeg is. En dan doe je die deur dicht. En je flikkert je portemonnee daar naar binnen. Met je identiteitsbewijs. En zo. Weet je wel, en iemand neemt dat gegarandeerd mee, dus don't worry about it. En je gaat gewoon lopen totdat je iemand tegenkomt en er iets gebeurt. En je hebt een totaal ander leven. You just go with the wind. Dat kan ieder mens, ieder van jullie hier ook, in 1 seconde. Niet naar rechts, maar naar links. Gaan. Dus ons vermogen is strikt genomen oneindig om te spelen. Maar we kunnen constateren, als we dan toch al iets willen vinden, dus ik ga nou gewoon even net doen alsof de realiteit niet bestaat, we zijn gewoon een steltje scheiters. We willen vrij zijn en vasthouden aan onze zekerheidjes, veiligheidjes, dat ik prettig met de kinderen kan omgaan en dat het leuk is met mijn tante. Nou, dat noem ik in roze geur en prikkeldraad, dus je peer tevreden stellen en vriendjes worden met de inmates. Ja, top, als je dat leuk vindt, maar als je vrij wil zijn, dan moet je weg. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. En creativiteit is eindeloos en heeft geen doel. Behalve dat spelen en daar zijn geen grenzen. Reactiviteit is gewoon mechanisch.
Nou, ik kan constateren op een gegeven moment dat er een reactief programma bezig is die mij in een dualistische beweging houdt, schijnbaar. Dat is niet echt zo, want het simpele feit dat ik hem kan zien geeft eigenlijk al aan dat ik er niet in zit. Dus daarom is het niet waar. Maar ik ga de hele tijd... Ga ik daarmee mee? Nou, daar kan ik me bewust van worden, van die beweging. Wel, niet, goed, niet goed. Veilig, onzeker. Weet je wel, al dat gelul. Terwijl er altijd een derde standpunt is, die gewoon inderdaad, laten we zeggen, creatief is. Open voor whatever may come. Geen filters, geen vooropgezette, het moet zus of zo zijn. Nou, zo kun je ook leven. En in die zin, creativiteit heeft uiteraard niet alleen maar betrekking op kunst. Boekjes of filmpjes of schilderijtjes of zo. Gewoon hoe je leeft. Nou, ik constateer, ik denk nog dat ik iemand ben, maar ik constateer dat ik de hele tijd in zo'n beweging zit. Waarom kan ik dan niet eens zo naar zo'n beweging kijken? Dat is wel een ander perspectief. Of, waarom kijk ik überhaupt naar die beweging? Wat is daar? Of wie kijkt er eigenlijk? Dus er zijn een hele hoop dingen mogelijk. Eindeloos. Alleen wij kiezen meestal, als we even gewoon het simpel houden, voor dezelfde route. Ego heeft meestal 2-3 standaard maniertjes en zo probeert hij alles te doen. Nou, een van de leuke dingen, een beginpunt van creativiteit, is stop. Een hele machine die ergens in zit, stop. Scherm leeg laten vallen, als het ware. Het schildert het prettigst op een leeg canvas. Niet waar je al 3 jaar op hebt zitten kliederen mee. Dus eerst die wit kalk, zou ik maar zeggen. Weg. Stop. En dan kijken wat er opkomt. Dus niet wat ik wil, maar kijken wat erop komt. Dus op een relatief niveau, dus nog, dit is allemaal vanuit het idee ik ben iemand, hè, valt er heel veel gewoon in te zien en te spelen. Er komt iets opzetten en ik zie dat ik het tegenhoud. Omdat het onbekend is of me angst aanjaagt of weet ik veel wat. Ja, wat zou er nou eens gebeuren als ik ophoud met wat ik vroeger al eens riep, met angst als argument te nemen? Er komt een idee op, ik wil iets of zo. Nee, maar dat doe ik maar niet, want dan ben ik bang dat, weet ik veel, mijn partner niet meer van me houdt. Of dat het slecht met mij afloopt, of dat het niet goed voor me weg! Ik ga gewoon die puls volgen. Fuck it. Kijken wat er gebeurt. Dan heb je kans dat je nieuwe dingetjes ontdekt. In een relatief modus, nog steeds vanuit het idee, ik ben iemand. Maar dat kan al fucking veel interessanter zijn dan 60 jaar lang hetzelfde riedeltje aflopen. Je hebt ook een vluchtmoment. Wat? Nou, als het een beetje te moeilijk wordt in je situatie. Je denkt, oh, ben je wat moet doen? Ik ga lekker naar India. Ja, maar goed, in het voorbeeld net was het meer, er komt een puls op en je houdt hem tegen, omdat je bang bent voor de gevolgen. Natuurlijk, alles kan een vlucht zijn. Maar het leuke is dat jij, aangezien je bewustzijn bent, weet wanneer iets een vlucht is. Dat kun je voelen, namelijk. En wanneer het gewoon een beweging is. Dus er kunnen inderdaad 2 mensen naar India gaan, waarbij je kan zien en voelen dat de ene op de vlucht is en de ander wordt gewoon meegenomen door een of andere beweging. Geen plan. Just happens. And you know. Waarbij het overigens nog zo is, dat is het leuke van, even weer de andere kant, totality, dat zelfs iemand die een vluchtbeweging maakt, dat is niet per se verkeerd. En daar kan van alles door gebeuren, waardoor zo iemand tot een bepaald inzicht kan komen. You never know. Heel vaak is het zo dat voor de meeste mensen blijven doen wat je al deed niet zo helpend is.
Dus soms zeg ik tegen mensen, omdat ze niet rechtstreeks kunnen horen, mijn reality talk, zou ik maar zeggen, dan zeg je tegen ze, zeg je baan op, verkoop je huis als je het hebt en ga. Bijna niemand luistert overigens, want ze lullen allemaal over vrijheid en verandering, maar er moet niet te veel veranderen. Dat is wel geestig, want ze willen dit en dan komen ze er hopelijk, daarom doe ik dat soms, achter waar ze allemaal aan gehecht zijn. Want ze zeggen soms, ik wil vrijheid boven alles. Maar als het puntje bij paaltje komt, wat ik net al zei, de kinderen, mijn partner, mijn moeder, mijn baan, mijn sociaal netwerk. En dat soort shit is allemaal belangrijker dan die vrijheid. Ja, oké, fair enough, maar dan weet je dat in ieder geval. En hou dan op, vind ik dan. Niet dat het niet mag, maar maak jezelf dan niet langer wijs dat je vrijheid wil. Because you obviously don't. Je bent een prettige cel. That's okay. So, what do you want? Nee, oké. Okay. Gelukkig is niks verkeerd, kun je dan altijd nog zeggen. Want ja, het is allemaal bewustzijn. Spontane. Ik ren spontaan in cirkels rond. Ja, dat doet bewustzijn, dat was ik niet. Dan is het een smoes, hè?